Minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge geven een persconferentie op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze staan op een podium achter een spreekgestoelte met een gebarentolk tussen hen in. Achter hen staat op een lichtblauwe achtergrond de tekst: "Alleen samen krijgen we corona onder controle." Met de website rijksoverheid.nl/coronavirus. Voor het podium zitten journalisten op 1,5 meter afstand van elkaar. Goedenavond. Zoals u waarschijnlijk al verwachtte, hebben vandaag geen grote nieuwe besluiten genomen. We zitten nu in de periode waarin de maatregelen hun werk moeten doen. Hugo de Jonge zal u zo bijpraten over een aantal aspecten die de zorg raken. Van mijn kant 3 punten die ik graag onder de aandacht breng. Ten eerste dat ik vorig weekend echt trots was op ons land. Ondanks het stralende weer en met de nodige inzet van burgemeesters is het in het hele land gelukt de regels in acht te nemen. We bleven zoveel mogelijk thuis. En als we de deur uitgingen voor een wandeling, een boodschap of een fietstochtje, dan hielden we die 1,5 meter afstand. En natuurlijk, er waren uitzonderingen, maar daar is steeds streng op gehandhaafd. En die paar uitzonderingen doen niets af aan het feit dat Nederland zich vorig weekend van zijn beste kant heeft laten zien. We hebben dit dus voor elkaar over. En het is op meteen de enige manier. Want de cijfers laten nu voorzichtig zien dat het allemaal niet voor niets is. Het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnamen en dus het aantal mensen op de intensive care afdelingen, die stijgen minder snel, die aantallen. En de deskundigen vertellen ons dat dit komt door alle maatregelen en doordat we ons daaraan houden natuurlijk. Dat is positief, maar er schuilt ook een risico in. Het risico namelijk dat mensen denken dat ze wel weer wat losser met alle regels kunnen omgaan. En op zich snap ik dat, maar laat ik wel heel duidelijk zeggen, een grotere fout kunnen we bijna niet met elkaar maken. Als we nu niet volhouden, dan doen we in no time alles teniet wat er is opgebouwd en schieten we meteen weer naar een nieuwe hoge piek. Met alle gevolgen van dien voor de ziekenhuizen en daarmee de schoonmakers, de patiëntenvervoerders, de verpleegkundigen en de artsen die daar werken. En daarmee kom ik aan mijn tweede punt en mijn hoofdboodschap vanavond. Hou vol en blijf zoveel mogelijk thuis. Ook in het komende paasweekend. Het adagium blijft geen onnodige reizen. Ook geen onnodig grensverkeer. Doe het niet. Blijf thuis. Blijf zu Hause. Restez à la maison. Ik doe dus een beroep op iedereen om Pasen dit jaar thuis of in ieder geval dicht bij huis te vieren. Misschien met een digitaal bezoek aan opa of oma, met een lekkere paasbrunch met het gezin of met een wandeling in de buurt, uiteraard op 1,5 meter afstand van anderen. Dat kan en mag. Maar wat voorlopig echt nog niet kan en ook niet mag, zijn groepjes mensen dicht op elkaar. Dat is gewoon te gevaarlijk en dus verboden. Dus ook geen groepjes wielrenners dicht op elkaar. Of motorrijders die anderen geen ruimte geven op smalle dijkweggetjes. En dan mijn derde en laatste punt. We begrijpen heel goed dat er vragen komen over de beste manier om straks weer terug te keren naar het leven wat we gewend waren. Maar we moeten ervoor waken dat we een schijntegenstelling gaan creëren tussen gezondheid en economie. Die tegenstelling is er niet. Als we maatregelen te vroeg loslaten en het virus meteen weer op volle snelheid om zich heen grijpt, wordt behalve onze gezondheid ook de economie nog harder en nog langer geraakt. Dus wat we nu doen voor de gezondheid draagt straks bij aan ons economisch herstel. Dat is geen tegenstelling, dat zijn 2 kanten van dezelfde medaille. En natuurlijk ontslaat ons dat niet van de plicht na te denken over de beste weg terug. Want de impact van de maatregelen is en blijft enorm. Voor de hele samenleving, ook achter uw voordeur. En daarom denkt het kabinet na over mogelijke scenario's voor een intelligente weg terug uit deze intelligente lockdown. Maar ik moet eerlijk zijn.
Bij alle onzekerheden is één ding glashelder. Terug naar normaal zal hoe dan ook een zaak zijn van de lange adem. Als we op 28 april al stappen kunnen zetten, gaat het loket echt niet in één keer helemaal open. We zullen met elkaar moeten zoeken naar het nieuwe normaal in de anderhalve meter samenleving. Een samenleving die wat dat betreft anders zal zijn dan zoals we die recent gewend waren. Wat kan er straks binnen die anderhalve meter misschien wel? En het is belangrijk dat daar binnen alle bedrijven, scholen en andere sectoren over wordt nagedacht. Zodat we klaarstaan als het moment daar is om de eerste stappen te zetten. Ik benadruk dat de weg terug echt alleen stap voor stap kan worden afgelegd. En dat we ons laten leiden door de wetenschappelijke inzichten over wat wijsheid is. Dat blijft het uitgangspunt. U weet dat we in de week voor 28 april een besluit nemen over het vervolg. En het enige dat ik daar vandaag over kan zeggen is dat de kans op een begin van normalisering groter wordt als we ons de komende weken allemaal aan de regels blijven houden. Houd dus alsjeblieft vol. En tot slot laten we in deze paasweek er ook bij stilstaan dat er steeds meer mensen zijn die iemand moeten missen door het coronavirus. Dat veel mensen groot verdriet hebben en dat er ook angst is en eenzaamheid. En ik weet dat ik het eigenlijk niet hoef te vragen, maar ik doe het toch. Blijf elkaar helpen en steunen waar het kan. En vraag hulp als u er zelf even niet uitkomt. We zijn echt op de goede weg. En we moeten dit samen blijven doen. Dank u wel. En dan geef ik nu graag het woord aan Hugo de Jonge. Dank je wel. De afgelopen weken hebben we ingrijpende maatregelen moeten nemen om onze kwetsbaarste mensen te beschermen. Om ervoor te zorgen dat al die mensen die zo ongelooflijk hard werken in de ziekenhuizen, in de zorginstellingen, in de wijk, het aanblijven kunnen. En met een ongekende krachtsinspanning is het de ziekenhuizen gelukt om het aantal plekken op de intensive care te verdubbelen. Een prestatie van wereldformaat van alle artsen en verpleegkundigen. Niet al die plekken hebben we nu al nodig, gelukkig niet. Maar we blijven ons voorbereiden op alle scenario's. Want we zijn er nog niet. De belangrijkste boodschap van ons, van onze deskundigen, is: hou vol. En ook na 28 april kunnen we niet zomaar terug naar vroeger. In een volgende fase blijft testen cruciaal. Sinds gisteren wordt ook zorgpersoneel dat buiten het ziekenhuis met kwetsbare mensen werkt en klachten heeft, getest. Mensen die werken in de thuiszorg bijvoorbeeld, mensen die werken in het verpleeghuis bijvoorbeeld. En ook patiënten buiten de ziekenhuizen zullen meer en meer getest worden. En we blijven inzetten op het verruimen van testcapaciteit. Het beter kunnen opsporen van besmettingen kan helpen om een nieuwe opleving van de uitbraak te voorkomen. En bij een intensiever testbeleid hoort ook een intensiever contactonderzoek. En we zien dat technologie daarbij behulpzaam kan zijn. En we denken daarbij aan twee mogelijke apps. Eén die je vertelt of je in de buurt bent geweest van een andere gebruiker die besmet blijkt te zijn. Je krijgt dan het advies om binnen te blijven. En je krijgt het verzoek om een tweede app te gebruiken waarmee je makkelijk contact kunt houden met een dokter in de buurt. Het is testen, het is traceren en vervolgens van huis uit rapporteren. Maar ik zeg er ook meteen bij, dat kan alleen als we heel zorgvuldig omgaan met privacy. Het kan alleen met vertrouwen van de samenleving. En dat vraagt een nauwkeurige verdere uitwerking. En ik hoop u daar snel over te kunnen informeren. Voorlopig moeten we vooral volhouden. Voor mensen die kwetsbaar zijn is dat soms extra lastig. Want kinderen die thuis al in de knel zaten, die hebben het nu nog moeilijker. En verpleeghuizen worden zwaar geraakt door het virus. En ook mensen in andere zorginstellingen, mensen met een beperking, mensen met een psychiatrische beperking, die krijgen nu even geen bezoek. Laten we onze handen naar hen blijven uitsteken. Door extra vaak de telefoon te pakken. Of een bos bloemen langs te brengen.
Na een paar weken raken we langzaam een beetje gewend aan die anderhalve meter samenleving. En hoewel we misschien verlangen naar back to normal, moeten we juist samen op zoek naar een nieuw normaal. De komende dagen en weken blijven spannend. We weten nog niet precies hoe lang dit gaat duren. Veel is nog onzeker. Maar wat we wel weten is dat we deze tijd samen doorkomen. Samen houden we dit vol. Dank u wel. NOS als eerste. Meneer Rutte, veel mensen hebben het vandaag al over die exit-strategie. Zegt u eigenlijk, het is veel te vroeg om het daar nu over te hebben? Want u hangt daar ook geen datum aan. Nee, het is inderdaad veel te vroeg om te speculeren. We gaan in de week voor 28 april nadenken, wat doen we na 28 april? En op dit moment is absoluut nog niet te garanderen dat we dan al zouden kunnen verminderen in maatregelen. De kans is nog steeds reëel dat we dan het hele pakket nog moeten doorzetten zelfs. We hopen natuurlijk dat je al bepaalde dingen kunt doen, maar we weten het echt nog niet. En het risico is er, als je de aantallen nu ziet en de risico's dat het nog verder oploopt, is het risico er ook nog dat je na 28 april het hele pakket door moet. Dat weten we gewoon niet. We gaan dat allemaal bekijken de komende weken en de week voor 28 april daarover besluiten. Wat we wel gaan doen, en dat is ook mijn oproep aan bedrijven, aan scholen, aan instellingen, de overheid zelf, denk na over wat we nu misschien al beginnen te ervaren als de anderhalve meter samenleving. Stel dat het zou kunnen na 28 april iets afschalen of later. Hoe ziet het er dan uit in jouw bedrijf, in jouw school, in jouw bioscoop? Hoe ga je het organiseren in jouw theater? En daar kunnen mensen natuurlijk nu al over gaan nadenken. Eerder vandaag lekte er een OMT-advies uit, eigenlijk in aanloop naar deze bijeenkomst die u had. Daarin stonden verschillende dingen. Is zo'n OMT-advies nou heilig? Of, oké, dus alles wat daarin staat wordt in principe overgenomen? In principe, ja. Wat we natuurlijk altijd doen is naar een politieke, bestuurlijke discussie overvoeren. Maar we nemen tot nu toe eigenlijk dat OMT-advies daarna steeds over. En wat daarin staat is heel duidelijk. Je kunt pas nadenken over afschalen. Als die verspreidingsgraad onder die 1 zit, hè, die maat die daarvoor is, hij heeft op een gegeven moment op 2 of 3 wel gestaan. Hij zit nu op 1 of net onder 1, denken we. Maar echt, als je structureel onder 1 zet, dan kun je erover gaan nadenken. Dus daar zijn we dat nog niet. 2, je ziekenhuis moet het aankunnen, de IC-capaciteit en de bedden. En 3 is, waar Hugo over sprak, Hugo de Jonge, het testen. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je bron- en contactopsporing kunt doen. Daar heb je de apps weer voor nodig, die net door Hugo genoemd werden, door Hugo de Jonge. En je moet ook kunnen meten, zegt het OMT-advies, wat de effecten zijn. Dus dat moet allemaal eerst gebeurd zijn. Dan inderdaad even over die apps, meneer de Jonge. Want wie kan daar allemaal in meekijken? En op wanneer moet dit allemaal gaan gebeuren? Ja, we zullen dit alleen kunnen doen als de privacy voldoende gewaarborgd is. Laat dat helder zijn. Dus dat is ook het uitgangspunt de komende weken. Als we verder onderzoeken hoe die apps kunnen gaan functioneren. En ook een rol kunnen spelen bij het nieuwe testbeleid. Kijk, testen alleen heeft niet zo gek veel zin als je er vervolgens niks mee doet. Normaal is het zo dat de GGD een contactonderzoek doet, nagaat met wie heb je allemaal contact gehad de afgelopen periode. Maar als we de testcapaciteit heel erg gaan vergroten, en dat is wat we op dit moment aan het doen zijn, is dat natuurlijk ondoenlijk om dat allemaal te laten bemannen door de GGD. Dus daarom hebben we die apps hebben we eigenlijk nodig om het normale GGD-werk te ondersteunen. En dan moet u zich voorstellen dat een eerste app, we hebben heel veel soorten apps op dit moment, hè, maar een eerste app-soort om goed te gebruiken is een app die vertelt, als je besmet bent geweest, die jou helpt om al jouw contacten van de afgelopen periode het seintje te geven, je bent in contact geweest met iemand die besmet is. En dus, ga naar huis, hou jezelf heel goed in de gaten, maar blijf thuis totdat je zeker weet, na een week of 2, dat je de symptomen niet hebt gekregen, dat je het zelf niet hebt. Dat is de ene functionaliteit. De andere functionaliteit is de andere kant van diezelfde app. Namelijk dat je het signaal kunt krijgen, je bent in de buurt geweest bij iemand die nu na testen besmet blijkt te zijn. Nou, dat functioneert onder andere met Bluetooth. Er zijn verschillende technieken waarop dat functioneert. Engeland heeft een app die vrij ver is in de ontwikkeling, Duitsland ook. Dus we kijken heel goed over de grens ook wat wordt daar gebruikt. En we verkennen de komende weken, is daar een mogelijkheid om eigenlijk dat GGD-werk, wat er normaal is bij de GGD, om dat te vervangen eigenlijk met een app. En een tweede app die daarbij hoort eigenlijk, is als je dan weet dat je in contact geweest bent met iemand die besmet is geweest, dan moet je ook vervolgens jezelf in de gaten houden. En daar is een hele mooie app voor ontwikkeld door het OLVG in Amsterdam. En die app die helpt je eigenlijk bij het monitoren van jezelf en vervolgens ook in contact blijven met de dokter om
als je je zorgen maakt over de ontwikkeling bijvoorbeeld van je temperatuur of van andere klachten, dat je ook die dokter kunt raadplegen. Dus die twee apps die vormen eigenlijk de kern van het nieuwe testbeleid. Want testen moet altijd wel vervolgens ook gepaard gaan met traceren en vervolgens van huis uit monitoren. Welke instanties kunnen dan bij die data? In beginsel natuurlijk geen. Dat is nou juist wat je niet wilt. Dus je wilt niet dat er anderen over je medische data kunnen beschikken. Tenzij het gaat over, in die tweede app die ik noemde, tenzij het gaat over medische gegevens waarvan je zelf juist de opdracht hebt gegeven dat een ziekenhuis daarin mee kan kijken. Oké, RTL. Ja, nog heel even daarop doorgaand. Wordt het gebruik van die apps, wordt dat verplicht? Wat nodig is natuurlijk, als je dit goed wil gebruiken, is dat heel erg veel mensen die app gaan gebruiken. Dat is nodig. Of het daarvoor nodig is dat je dat ook verplicht, dat is iets om de komende tijd te verkennen. Ik zou het nu te vroeg vinden om daar al een antwoord op te geven. Wat nodig is in ieder geval, is om, als je dat hele intensieve testbeleid ook gaat voeren, en als je dat ook wilt gebruiken om mogelijkerwijs nog preciezer te zijn in welke maatregelen je treft, ja, dan zul je wel moeten zorgen dat heel erg veel mensen dat gaan gebruiken. Ja, want eerder werd er gezegd, in Nederland kunnen die apps eigenlijk niet, want dat kan niet volgens onze privacyverordening. Hoe gaat u dat dan toch inregelen? Nou, wat we niet willen is dat we de privacy aantasten. Dat is gewoon een hard uitgangspunt. Aan dat uitgangspunt kunnen we niet tornen, willen we ook niet tornen. Wat je wel moet willen is dat je de toepasbaarheid eigenlijk van dit type apps ook voor je testbeleid, dat je die vergroot door te zorgen dat de deelname zo hoog mogelijk is. Misschien dat we dat eerst eens in een regio moeten uittesten hoe dat dan werkt. Dat zou bijvoorbeeld een stap kunnen zijn. Maar laat ik daar nog even niet op vooruit lopen. Laten we de komende weken nemen om die verkenning heel erg goed te doen. Om vervolgens te kijken hoe kunnen we nou op de meest intelligente manier dat testbeleid inzetten. Om van die intelligente lockdown, we zijn op een slimme manier op slot gegaan. En we moeten ook weer op een slimme manier van het slot. En dit zou een van die wegen kunnen zijn om op een slimme manier van het slot te gaan. Ja, dan nog heel even kort over dat testen. Hoeveel mensen worden er nu per dag nu getest op dit moment? Ja, tot vorige week waren dat er 4.000. De capaciteit is verhoogd naar in ieder geval 17.500. En als we alle werktijden van de laboratoria nog verder vergroten, dan gaat dat naar 29.000. Dat is de capaciteit die we hebben. Op dit moment, van gisteren zijn er zo'n 1200 mensen extra, de zorgmedewerkers extra getest. Ik verwacht vandaag ook ongeveer zo'n soort aantal. En dat gaat er dus eigenlijk bovenop. Dus de komende tijd zullen we zien dat we langzaam opbouwen naar 17.500 en dat weer verder opbouwen naar tegen de 30.000. Ja, u had het ook over mensen testen buiten de ziekenhuizen. Aan wat voor groepen mensen moeten we dan denken die na die zorgmedewerkers aan de beurt zijn? Ja, dat zou, maar dan wacht ik echt nog wel eventjes, want we doen nou echt eerst de zorgmedewerkers. Hè. Dus we zullen vervolgens weer advies vragen aan het OMT, het Outbreak Management Team, om te zeggen en welke sectoren, welke vitale beroepen zou je nu moeten kiezen. Hè. Dus dat past eigenlijk allemaal bij het voorbereiden ook op die volgende fase. Voor nu is van belang, dus de huidige verruiming van het testbeleid, die komt vooral ten goede aan de medewerkers in de verpleeghuizen, in de wijkverpleging bijvoorbeeld. Omdat die eigenlijk tot voor kort onvoldoende gebruik konden maken van dat testbeleid. En per wanneer gaat u dan ook inzetten op die tests die u achteraf kunt afnemen bij mensen om te kijken of ze al immuniteit hebben opgebouwd? Ja, dat zijn de serologische tests. Ook daar gaan we mee beginnen, maar op het niveau van de samenleving als geheel. Dat gaat de komende weken gaat dat van start. En dat wordt natuurlijk door het RIVM gebruikt om te kijken hoe, in welke mate hebben mensen het al gehad en in welke mate is iets van immuniteit opgebouwd. Heel belangrijk, maar dat is op het niveau van de samenleving als geheel. Het OMT-advies dat u kennelijk al heeft gezien, dat beschrijft nog een aantal andere mogelijkheden. Namelijk, je kunt ook op groepsniveau zou je dat kunnen gebruiken. En uiteindelijk wellicht ook op individueel niveau. Maar daarvoor is weer nodig dat we in grote getale die spullen inkopen. Nou hebben we zicht op een hele grote partij. Dus dat zou weer nieuwe mogelijkheden maken. Maar dan ben je echt wel afhankelijk van de testcapaciteit. En die testcapaciteit in de laboratoria, die is heel fors. Maar die testcapaciteit kan pas weer gebruikt worden als je voldoende spulletjes hebt om al die apparaten te kunnen gebruiken. Nou, en daarvoor zullen we voldoende testkits moeten hebben. Proberen we uit alle macht aan te komen, maar we zijn zeker niet de enige ter wereld. Namelijk alle landen ter wereld proberen dat op dit moment. Telegraaf. Ja, het OMT geeft aan dat die apps eigenlijk nodig zijn uit een soort van noodgreep. Hè? Die GGD'en kunnen dat testen niet aan, maar is het dan wel de juiste maatregel? En hoe komt het dan dat die GGD'en het testen niet aan kunnen? Nou kijk, hoe een GGD normaal functioneert is dat als zich een besmetting voordoet, dat na de test de GGD het contactonderzoek doet. Dus die helpt mee met wie heb je allemaal contact gehad de afgelopen periode. Dan worden die allemaal nagebeld of ze krijgen een brief met een medisch advies daarin. Zo gaat het eigenlijk altijd bij alle infectieziekten in heel Nederland.
In het begin werkte dat ook zo nog vanuit de GGD'en om nog steeds dat opsporingsonderzoek te doen. Overigens, in het noorden van het land doet men het nog steeds op die manier. Alleen in Brabant lukt dat natuurlijk niet, gegeven de grote verspreiding inmiddels van het virus. Dus wat we daar nodig hebben is eigenlijk diezelfde manier van opsporen, maar dan op een slimmere manier, omdat de menskracht natuurlijk gewoon ontbreekt om bij een groot aantal testen waar je ook een groot aantal besmettingen ziet, om daar vervolgens datzelfde vervolg aan te geven. Dus wat we nu doen is eigenlijk op een intelligente manier hetzelfde GGD-werk wat normaal gebeurt, om dat eigenlijk via een app opnieuw vorm te geven. Een hele andere vraag. KVB heeft aangegeven het voetballen toch opnieuw te willen opstarten. Maar daarvoor is het nodig om per half mei al te gaan trainen. Minister De Jonge kijkt naar premier Rutte. En dan kijken ze naar het kabinet. Mag dat? Nou, ik ben geen jurist, maar we hebben gezegd alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige bijeenkomsten, dat is ook voetbal zonder publiek, is verboden tot 1 juni. Of dan het trainen tot 1 juni moet, dat zou ik moeten nakijken voor ze. Maar ik heb het gezien. Dat ze ook vanaf half juni weer willen beginnen. Wij gaan in de week voor 28 april vertellen wat we gaan doen met de maatregelen vanaf 28 april. Misschien kunnen we dan ook iets zeggen over dat verbod tot 1 juni. Maar ik kan er niet vooruitlopen. Het is echt het risico nu voor de KNVB. En zij zullen dat zelf met juristen moeten checken of dan trainen wel of niet mag. Oké, Hart van Nederland. Meneer De Jonge, nog een vraag over die app. Zit daar dan een soort van GPS-functie ook ingebouwd? Dat die app meet van met wie ik allemaal was, waar, op welk moment? Ja, of Bluetooth. Maar dat ik niet alle technische specificaties geef die allemaal noodzakelijk zijn. Dit is echt allemaal onderdeel van de verkenning voor de komende weken. Er zijn verschillende apps zijn er in omloop. We moeten gewoon de beste hebben. En die app moeten we zoveel als mogelijk gaan gebruiken. En die kunnen we alleen zoveel als mogelijk gaan gebruiken op het moment dat de privacy gewaarborgd is. Want dat is natuurlijk de achtergrond ook van uw vraag. En dat begrijp ik heel goed. Nou, meer ook van stel je werkt in een bedrijf en iemand anders was daar besmet. Nou, die moet dan thuis zitten, die komt dan weer terug. Maar ja, dan geeft die GPS ineens weer aan. Oh, die meneer was ook nog besmet. Dan blijf je toch een in- en uitkeer houden in bijvoorbeeld werkverkeer. Nee, ik denk dus dat die appontwikkelaars daar wel rekening mee houden. Zou het niet? Dat weet ik niet. Dat denk ik wel. Dat is mijn vraag. Dat denk ik wel. En ze bestaan ook al. En ze worden ook al uitgetest, volop. Ik had van de week, sprak ik mijn collega in Engeland. Daar testen ze al met deze app. En gaan ze hem ook gebruiken. Dat geldt voor meer Europese landen ook. Dus ik ga ervan uit dat daar allemaal rekening mee is gehouden. En we kijken heel goed naar het advies van het OMT. Het advies van het OMT is, je hebt dat soort apps nodig om hetzelfde werk wat normaal gesproken een GGD doet, eigenlijk op een andere manier te kunnen vormgeven. Daar hebben die apps voor nodig. En dus ja, gaan wij gewoon de beste app die dat kan selecteren. Met één hele belangrijke voorwaarde. De privacy moet gewaarborgd. Oké, een vraag voor u allebei. Meneer Rutte, gisteravond schrok iedereen natuurlijk van de Britse premier die op de intensive care belandde. U heeft daar ook iets over gezegd zelf. Maar moeten wij ons ook zorgen maken over ons eigen kabinet en in hoeverre wordt u bijvoorbeeld getest? Nou, test heeft u pas zin als je klachten hebt. Dan is het normaal gesproken zo, als je klachten hebt blijf je thuis. En als je ook benauwdheid ontwikkelt en of koorts, dan blijft het hele gezin thuis. De uitzondering daarop zijn de mensen in de zorg, omdat je anders, als die ook thuis zouden moeten blijven om verder te kijken hoe het zich ontwikkelt, dan heb je de mensen in de zorg te lang niet op die vitale plekken. En voor leden van het kabinet geldt hetzelfde als voor mensen in de zorg. Zouden wij klachten ontwikkelen waardoor we eigenlijk een tijd thuis moeten gaan zitten, in zo'n situatie worden ook wij getest. Maar het heeft ook pas zin als je die klachten hebt. Dan nog vraag voor de heer De Jonge. Meneer De Jonge, wat mij opvalt is, vorige week kondigde u echt zo aan dat er vandaag iets over de immuniteit gezegd zou worden. U zegt nu dat er in het OMT-advies wel iets staat over verschillende immuniteitsscenario's. Maar u schrijft dat besluit voor u uit. Komt dat puur door de testcapaciteit? Of? Nee hoor, wij sluiten aan bij het advies van het Outbreak Management Team. Het advies dat gaat onder andere over de verruiming van de testcapaciteit van de besmettingstesten. De test, heb je het? En de test op immuniteit, de test heb je het gehad. Die test die gaat ook zeker in toenemende mate een rol spelen. Maar vooralsnog met name op groepsniveau. Dus nog niet zozeer op individueel niveau. En dat heeft alles te maken niet zozeer met de testcapaciteit in de laboratoria. Maar wel alles te maken met heb je dan ook voldoende ELISA-test. De testkits eigenlijk voor die serologische test kun je die ook in voldoende mate krijgen. Dat je ook op individueel niveau die tests kunt inzetten. Maar vergis ik me dat u daar vandaag iets over zou gaan zeggen? Of,
Nee, u vergist zich niet, maar ik heb er ook wat over gezegd. Namelijk, ik heb gezegd, we hebben het OMT om advies gevraagd. Het OMT zegt, ja, dat gaan we doen op het niveau van de samenleving. Ja, dat gaan we doen op het niveau van een groep. Hè. Ook daar is die toepasbaar. Op individueel niveau vooralsnog beperkt. En dat heeft dus te maken met het aantal testkits dat je echt eerst zult moeten bemachtigen. Daarnaast speelt de hele discussie over sneltests. Hè. Dat zie je in verschillende landen, zie je allerlei sneltests opduiken. Maar daar is de betrouwbaarheid ervan is eigenlijk nog onvoldoende om die daadwerkelijk op individueel niveau te kunnen gebruiken. Kijk, als het gaat over besmetting, dan is een vals negatieve uitslag is best heel griezelig. Hè? Namelijk, als een testuitslag zegt je hebt het niet, dus ga je weer gewoon naar je werk en neem je weer gewoon deel aan het sociale leven, dan kun je dus anderen besmetten. Bij die immuniteitstest is juist een... Vals positief. Exact. Een vals positieve uitslag is daar juist griezelig. Want dan lijk je immuun te zijn, maar dan ben je het eigenlijk niet. Dus daarom zijn die sneltests voorlopig op individueel niveau eigenlijk nog niet goed te gebruiken. Helder. En als je... Vervalt de zorgplicht voor zorgmedewerkers, bijvoorbeeld in de verpleegzorg of in de thuiszorg, op het moment dat zij niet meer beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen? Nou, we hebben gewoon te zorgen dat we mensen voldoende hebben te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen. Daar is alles op gericht. En dat is een taaie klus om dat te klaren. Want het gaat allereerst gaat het over, lukt het om voldoende inkoop te doen? Nou, daar hebben we een heel groot inkoopconsortium voor opgetuigd die werkelijk alle mogelijkheden naloopt die zich aandienen. Het lukt behoorlijk om orders te plaatsen. Er is voor dik 30 miljoen aan orders geplaatst, bijvoorbeeld over mondkapjes. Maar het is de kunst om die spullen ook daadwerkelijk hier te krijgen en vervolgens te verdelen. Een tweede kwestie is, die daar speelt, is lukt het om goed te verdelen. Hè, te verdelen over de verpleeghuizen bijvoorbeeld ook en over de wijkverpleging bijvoorbeeld. En nou, daar hebben we advies gevraagd aan het OMT. En as we speak zit collega Van Rijn met de hele sector om tafel om een beter verdeelsvoorstel uit te werken dan we tot op heden hebben gehad. Een derde ding is, we moeten ook hier... net als bij die testen, minder afhankelijk zijn van het buitenland. Dus we moeten zorgen dat we eigen productie opstarten. Dat lukt ook. Vanaf ongeveer half april gaat de productie in Nederland van gang. En we verwachten dat daar de productie op den duur, dat zal een aantal weken duren, maar op den duur een miljoen mondkapjes per dag zal zijn. Nou, dat helpt natuurlijk geweldig om dat tekort in te lopen. En daarnaast moeten we meer inzetten op hergebruik. Nou, en daar is een aantal initiatieven op hergebruik en ook daar... maken we volop gebruik van. Kortom, we werken met man en macht. Maar het is echt een hele taaie klus. Ja, dat is dus wat er gebeurt. Dat is het doel, zeg maar. Tegelijkertijd zijn er directeuren van zorginstellingen nu die met de handen in het haar zitten. En die vragen zich dit af. Die willen eigenlijk vanuit de politiek een uitspraak over... Ja. Oké, op het moment dat je niet meer beschikt over genoeg materieel, wat dan? Maar... dat moeten we niet, in die situatie moeten we niet terechtkomen. Dus wat wij moeten doen is zorgen dat er wel voldoende is. En wij doen zo ongelooflijk veel in de optelsom. Doen we zo ongelooflijk veel om te zorgen dat we daadwerkelijk voorzien in voldoende mondkapjes en voldoende beschermende materialen. Dat het niet anders kan dan dat het moet lukken. Ik zeg er alleen bij, het is een taaie klus. En we zullen het en moeten hebben van de inkoop en van eigen productie en van beter verdelen. En van hergebruik, al die dingen zullen we moeten doen om te zorgen dat het lukt. Maar u vraagt, maar wat nou als het niet lukt? En ik zeg, het moet lukken. U zegt, deze vraag speelt nu nog niet. Deze vraag speelt nu nog niet en mag ook niet gaan spelen, want we kunnen ons niet veroorloven dat mensen daadwerkelijk onbeschermd hun werk doen. En daadwerkelijk moeten zeggen, ja, maar ga ik mijn werk dan nog wel doen? Want dat is natuurlijk de achtergrond van uw vraag. En ik weet dat die zorg heel sterk leeft. En dat is ook de reden dat collega Van Rijn nu met alle sectoren om tafel zit, om te komen tot een betere verdeling dan we tot op heden hebben gehad, waarbij niet alleen de ziekenhuiszorg voldoende voorzien wordt, maar ook de mensen in de wijkverpleging en in de verpleeghuiszorg, voor al die handelingen die ook daadwerkelijk beschermende kleding vragen. En daarover heeft het OMT geadviseerd en dat gebruiken we om een zo goed als mogelijk verdeelmodel uit te werken. Alles om te voorkomen dat we in de situatie komen die u noemt. Meneer Rutte, u heeft het... in deze crisis eigenlijk heel vaak gehad over de liberale samenleving en dat u niet als een kind wilt worden aangesproken en dat u beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. En nu komt u vandaag opeens met het voorstel en het wordt zelfs overwogen dat het verplicht wordt dat iedereen een app moet installeren op zijn telefoon. Ik begrijp niet hoe die twee dingen samenpassen. Nou, volgens mij willen wij in deze samenleving ervoor zorgen dat we ook zo snel mogelijk naar dat... weliswaar nieuw normaal, want voorlopig zal het echt nog bijzonder zijn. Daarom praten we over dat nieuwe normaal toe.
En we willen uiteindelijk ook dat je af kan van die vergaande vorm nu van intelligente lockdown. Op het moment weten we nog niet, daar gaan we ook niet over speculeren. Maar daar wil je natuurlijk naartoe. En dan moet je ook nadenken, hoe doe je dat? Er hoort bij dat iedereen nadenkt in zijn eigen sector, hoe kan ik dat organiseren? Maar er hoort ook bij dat je nadenkt, wat is de meest praktische en privacy meest niet gevoelige manier om dat ook te organiseren op het niveau van mensen die misschien toch besmet kunnen raken en anderen besmet kunnen hebben. Daar kijken we naar. En we hebben niet de luxe nu, helaas, in deze enorme crisis, te zeggen, ja, weet je, we doen het allemaal niet. We zullen methoden moeten vinden waarbij je maximaal rekening houdt met privacy. En daar zijn we naartoe op zoek. Daar heeft Hugo de Jonge een paar dingen over gezegd, waardoor je samen met het hele testbeleid, maar ook vanuit het bron- en contactonderzoek, in staat bent om de vervolgstappen te zetten. Dat kan niet anders. Als je dat niet doet namelijk, dan is de prijs die je betaalt dat we nog veel langer op slot blijven. U vindt dus dat een verplichte smartphone-app past bij de liberale samenleving zoals u hem voor ogen heeft? Nou, dat is precies een van de dingen waar we naar kijken. Moet je het iedereen verplichten of moeten heel veel mensen het doen? Dat zei Hugo de Jonge net op de vraag die gesteld werd door Nieuwsuur. Ga je het verplichten? Of is het iets wat je doet op basis van heel veel mensen doen het en daarmee is dat voldoende? Dat gaan we allemaal in kaart brengen nu bij het onderzoek wat gaat plaatsvinden. Maar we houden de optie open, omdat we simpelweg de luxe op dit moment niet hebben om opties af te sluiten. Maar bij elke optie die we dan bekijken, is cruciaal dat je die privacy in acht neemt. Is het dan verplicht om je telefoon mee te nemen als je je huis verlaat? We zijn nu in het begin van de fase waarin we op basis van het OMT-advies nu aan het kijken zijn. Maar de komende weken speelt dit helaas niet. De komende weken zitten we gewoon nog in de situatie waar we nu in zitten. We hopen van harte dat we op 28 april op een punt zijn dat je een paar dingen net iets anders kan gaan inrichten. Maar op dit moment is ook nog de optie heel reëel dat op 28 april alles gewoon nog een tijd door moet lopen. Hangt echt af van, nou, onder andere de verspreidingssnelheid van het virus. Hangt af van de capaciteit in de zorg. Hangt ook af van de vraag of we voldoende testen kunnen ontwikkelen, maar ook van dat bron- en contactonderzoek. Dus dat hangt allemaal met elkaar samen. Nieuwsuur nog en dan slotvraag in het midden. Meneer Rutte, is die app dan een soort voorwaarde om van de intelligente lockdown af te kunnen? Nou, op dit moment is het duidelijk dat de adviseurs ons zeggen, je moet dat bron- en contactonderzoek doen. Vervolgens moet er ook een follow-up aangegeven worden. Want iemand die dan zou blijken bijvoorbeeld COVID-19, corona te hebben, of daarmee ook het risico te lopen dat hij anderen heeft besmet, die moet natuurlijk op dat moment persoonlijk allerlei maatregelen nemen. Het is dan wel van belang dat je ook de mensen kunt bereiken. Het is niet meer mogelijk, gezien de aantallen, om in alle gevallen vanuit de GGD dat contactonderzoek te doen. Dus daarom zegt het OMT ook, dit moet gebeuren. Normaal gesproken doen de GGD'en dat. De omvang is mogelijk te groot. Hangt er ook vanaf hoe ver het virus zich dan blijft verspreiden op enig moment. Maar het is natuurlijk denkbaar dat dat dan op een te groot volume is. En dan zul je naar dit soort elektronische oplossingen toe moeten. Maar stel, even praktisch, iemand in de zaal blijkt corona te hebben en dan krijgen wij allemaal een bericht. Iemand in uw buurt heeft corona gekregen. Blijft u thuis voorlopig? Nou, maar gaan we dus allemaal precies in kaart brengen. Alleen, wat wij hebben steeds gezegd, Hugo en ik, we willen altijd met jullie delen, met Nederland delen wat wij weten. Wat wij vandaag weten is dat we in ieder geval tot 28 april dit niet speelt. Dat we hopen na 28 april dat het wat versoepelt. Maar wat we ook weten is dat de deskundigen die ons adviseren zeggen dat bron- en contactonderzoek is een cruciaal onderdeel. En hoe je dat inricht van de mate waarin je uiteindelijk maatregelen kunt versoepelen. Waarbij alles erop gericht dat niet de helden op de IC-afdelingen en op de zorgafdelingen uiteindelijk overbelast raken langere termijn. Het is al op dit moment een enorme belasting voor hen. En dan zeggen ze ook, dan moet je ook kijken naar die app-oplossingen. Dat is waar we mee bezig zijn, dat gaan we allemaal in kaart brengen. Dus dat is allemaal nog early days. Het is nog vroeg dag hoe we dat precies gaan doen. Randvoorwaarde is privacy. Maar als we heel eerlijk zijn, kan je eigenlijk zo'n app niet doen als je ook de privacyregels wil handhaven? Zegt u, privacy is dan misschien een luxe die we moeten opofferen? Nee, wij denken dat je heel vergaand ook die privacy daarbij kunt controleren. Dat heeft Hugo net helemaal uitgelegd. Ja, nou ja. Ik heb dat niet goed begrepen dan, want je kan toch niet. Iedereen wordt dus continu bijgehouden waar die is en met wie die contact heeft. Nee, dat heeft hoeft niet via, via een database, als u dat bedoelt. Het hoeft niet via een database, het kan ook via Bluetooth. Als je kijkt naar de uitwerking zoals men dat kiest in het Verenigd Koninkrijk, is dat natuurlijk ook een land dat echt gewoon hecht, op dezelfde manier hecht als wij, aan privacyregels. Ook in meerdere Europese landen wordt op dit moment gekeken naar de toepasbaarheid van zo'n app. En het is eigenlijk vrij eenvoudig. Normaal deden we dit al via contactonderzoek. Dat is de GGD gaat dan met jou na bij wie ben je allemaal geweest.
Dat is wat de GGD al jaren doet. Toen ik nog wethouder was in Rotterdam, kreeg ik elke dag een rapportje op mijn bureau welke ziekten waren geconstateerd in de stad. Nou, in een grote stad als Rotterdam zie je nogal wat ziektes voorbij komen, exotisch en wel. En vervolgens werd er gekeken hoeveel contactonderzoek, hoeveel bronnenonderzoek is er gedaan. Iedere dag opnieuw kreeg ik daar de rapportages van. Dat is wat een GGD gewoon als core business heeft. Alleen door Brabant en door de enorme verspreiding daar in Brabant is dat gewoon niet meer op die manier te doen. In het noorden van het land gebeurt het nog wel. Advies van het OMT is als je straks als voorwaarde om iets te versoepelen, als voorwaarde om iets af te schalen. Als je dat wilt, is een van de voorwaarden is dat je toch wel weer aan contactonderzoek en brononderzoek kunt doen. En als je dat wilt, zul je dat alleen wel op een technische vormgeving, met een technische vormgeving moeten doen. Daar gaan die apps over. En gaat u bij zichzelf maar na. Zou je het willen weten als je in contact bent geweest met iemand die besmet blijkt te zijn uit een test? Zou je het willen weten? Ik denk het wel, want dat betekent namelijk ook dat jij vanaf dat moment potentieel zelf in de gaten gehouden moet worden. Maar ook vanaf het moment dat je het krijgt, potentieel zelf weer anderen besmet. Ja. Dus volgens mij wil iedereen dat weten. Andersom is net zo. Als je zelf een positieve uitslag hebt van een test, positief in de zin van je hebt het. Zo positief is dat dus niet. Maar als je zelf een positieve uitslag hebt van een test, dan wil je toch ook dat iedereen met wie je in contact bent geweest daarvan weet, zodat hij zelf voorzorgsmaatregelen kan nemen. Dus het is ook een kwestie van, zullen we proberen met elkaar dat virus verder onder controle te krijgen? En we moeten dat doen met als hele harde, belangrijke randvoorwaarde privacy, natuurlijk, absoluut. Want ja, zo werkt het nu eenmaal bij ons en zo willen we dat ook laten werken. Maar we moeten het ook, ja, als we weer op een slimme manier van het slot willen gaan, ja, dan zullen we dat ook op een echt slimme manier moeten doen. En dus ons willen laten ondersteunen door juist die technische mogelijkheden. Laatste vraag hier in het midden. En dan rond de bank. Ja, ik had een vraag aan minister De Jonge. Ik snap niet precies hoe die serologische test op groepsniveau in zijn werk moet gaan. Minister De Jonge glimlacht naar de journalisten om haar uit te laten praten. Wat test je, wie test je dan en hoe weet je dat dat dan voor een groep geldt? Ja, kijk, wat je uiteindelijk wil weten, dat kan of regionaal zijn. Het OMT heeft daar een aantal dingen over gezegd. Ik zag dat het al na te lezen is inmiddels op nos.nl. Het OMT heeft daar een aantal dingen over gezegd, op hoe je dat zou kunnen toepassen. En het allereerste is op het niveau van de samenleving als geheel. Je wilt weten namelijk in welke mate er immuniteit is opgebouwd. Dus je wilt weten in welke mate mensen, ook met hele milde klachten, maar toch een besmetting hebben doorgemaakt. Dat wil je weten. Omdat je op basis daarvan ook weer als RIVM kunt zeggen en als Outbreak Management Team kunt zeggen, dit zijn de maatregelen die in deze fase van de epidemiologie passen. Dat is op het niveau van de samenleving als geheel. Daarnaast kun je wat preciezer focussen op groepen. En dan kun je zeggen, we kiezen een regionale benadering. Of je kunt zeggen, we kiezen juist een instelling. Of we kiezen de zorg. Of we kiezen het onderwijs. Daarnaast is er een in te zoomen op een aantal groepen. Dat is verder nog niet heel erg uitgewerkt in dit OMT-advies. Maar dat zou onderdeel kunnen zijn ook weer van een volgende stap. En daarnaast heb je dan nog de stap van serologie op individueel niveau. Nou, dat vereist natuurlijk heel erg veel meer testen. Dat is wat daarvoor nodig is. Nou, en daarvan heb ik aangegeven. Dat betekent dus ook dat je daarvoor, dat kun je pas doen op het moment dat je ook zeker weet dat je voldoende testkits hebt. Daar zijn we volop mee bezig. We hebben zicht op een hele grote order. Maar hij staat nog niet op Nederlandse bodem. En hoe groot is die orde? En u zegt steeds de komende weken. Mm-hmm. Kunt u dat iets verder preciseren? Ook over de privacy? Nee, ik weet niet hoe lang dat duurt. En we hebben ons natuurlijk voor te bereiden op het maatregelenpakket vanaf 28 april. Daar waar we de afgelopen weken slim op slot zijn gegaan, zou je het liefst, maar het is nu nog echt te vroeg, maar zou je het liefst ook weer slim van het slot afgaan. Daarvoor is testen cruciaal in alle mogelijke toonaarden. En daarom doen we dus ook alles om die testcapaciteit zo ruim als mogelijk te maken. Maar we vertellen u altijd, zoals de premier net zei, we vertellen u altijd wat we weten, om ook helder te maken waar we staan. En dit is waar we staan. Het OMT-advies heeft ons geadviseerd. En dit is wat we daarop nu zeggen. En de komende weken zal verder helder worden wat we na 28 april aan maatregelen treffen. Hij knikt kordaat en het beeld wordt zwart.